Ik doe het deur. Zo is goed. Zo? Nee? Of goed? Hè? Goed? En actie. België is een mooi land. Je hebt er alles. De zee, bergen, steden. Het leven is er goed. We komen allemaal ergens anders vandaan en wonen hier pas kort. Maar nu we hier zijn merken we dat er op televisie of in kranten niet altijd positief gesproken wordt over ons immigranten. We zijn gelukzoekers, terroristen. Sommige mensen willen niet dat we in België wonen en vinden dat we terug moeten. Er zijn veel vooroordelen. Niet iedere immigrant is een terrorist. Ik ben Jamal, ik kom uit Somalië. Ben ik dan een pirat? Ik ben Even, ik kom uit Irak. Ben ik dan een terrorist? Ik ben Natalia, ik kom uit Rusland. Betekent dat dat ik elke dag naar KGB bel? Здравствуйте. Рядом с немцами похоронен. До свидания. Dit is Daoudi. Hij komt uit Somalië en moest vluchten. Ik en mijn broer, op die tijd, we worden ingevissen in de zee. Want het is beter s'nachts als die vissen, want daarbij we vinden meer vissen. Maar helaas, die heeft in de nacht gekomen, de militia. Het dorp plat gebrand. Bijna 200 mensen doorgeschoten. Maar we waren veilig. Tot die vond ons boot en die probeerde met de cruiseboot om ons boot in de zee te schieten. Die pijl was zocht in petroleum, in terpijn. Dus als de schut. De pijl, het komt in de rok van mijn broer, dus hij begint ook te branden. Dus we moeten heel, heel snel de boot verlaten en we beginnen te zwemmen. En ik was daar bij mijn broer, ik kon hem steunen. En we hebben veilig op de kust geland. En we hebben onszelf verbeeld tegen de militia tot... Ja, een paar uren, die waren weg en we gingen terug naar het dorp en we hebben ontdekt dat alles was platgebrand en veel mensen waren tot omgekomen. En als je in België aankomt, is het ook niet makkelijk. Dit is Jamal, hij komt ook uit Somalië. Zijn eerste dag in België was niet zijn beste dag. It was 2010 when I came here in Belgium. I was in Brussels midi, and I don't know anyone here in Belgium. So I stay in Brussels midi, I'm looking for help, but no one can help me. So I stay there and I was very hungry.
And I see two guys. I ask them, sorry, can you help me? I say, what kind of help you want? I say, I'm looking for food. Food is you have to go outside, but you have to pay me and my friends. I say, okay, it's no problem. It's not expensive. They say, yeah, it's not expensive. Okay, I say, okay, left your bags here and everything, and me and you, we are going to a restaurant to buy the food. This your staff, so we'll stay here with my friend. I say, okay. And he take me to a restaurant, and then I buy the food. And then he said to me, okay, go back to station and tell my friend to come here. I'm waiting him here. I say, okay. When I back to station, I don't see anyone. I check to left side and right side, I don't see anyone. So it was like a shock. What's going on? I don't know. And then I was lost everything. And I say, this is life. Life goes on. It will get better. En als je langer in België leeft, dan moet je vaak nog vechten tegen vooroordelen. Dit is Even uit Irak. Toen ik naar België kwam, had ik niet zoveel contact met mensen. Eén keer ik zat bij de bushalte. Een vrouw naast mij heeft mij gevraagd van waar ik kom. Ik heb voor haar gezegd dat ik kom uit Irak. Dan haar idee over Irak en islamische landen begint en zij zegt voor mij, vrouwen, daar ze kunnen niet werken of studeren en ze kunnen niet op straat wandelen. En ik heb voor haar gezegd, van waar heb je die idee? Ze zegt voor mij, ik heb dat op televisie gezien. En ik zeg voor haar, niet alles wat er komt op de media juist. De IS heeft niks te maken met islam en islam heeft niks te maken met de IS. Maar hoe moeilijk het soms ook is, we hebben het goed hier. België is mooi en veilig, maar het zou nog beter zijn als mensen ons niet de hele tijd zouden zien als illegalen, als gelukzoekers of immigranten. Ik heb weinig contact met mensen, omdat ik durf niet veel Nederlands spreken, door ja, mijn Nederlands niet echt perfect. Ik vind het moeilijk in België om de Belgische mensen te omgaan met de Belgische mensen, want veel mensen zijn vaak gesloten. Dus het is niet makkelijk om te weten hoe die wil of hoe die denkt. Want het is niet open zoals in onze cultuur. Ik ga op de straat en de mensen niet praten met me omdat ik ben vreemd naar hier en omdat mijn Nederland ook is niet zo goed. Maak een praatje met ons. We zijn geen terroristen. Zie ons. We zijn gewoon mensen, net als jullie. Ik ben Jamal, ik kom uit Somalië, maar ik ben ook Antwerpenaar. Ik ben Natalia, ik kom uit Rusland. Ik ben Antwerpenaar. Ik ben Even, ik kom uit Irak. Ik ben ook Antwerpenaar. Ik ben Daoudi, ik kom uit van Somalië en ik voel me 100% een Antwerpenaar. Het is een goede gevoel.